Goedenavond, welkom bij 1 op vrijdag. Fijn dat u kijkt, wij gaan beginnen. De regen doet anders vermoeden, maar het zonnetje is er zeker doorgekomen op de terrassen. Sinds deze week is het weer mogelijk. Met Roelof Biezen, hoe kan het ook anders, kijken we terug op deze week. Gerard Rozenboom laat poëtisch weer van zich horen. Hij is op zoek naar nieuwe dichters en zelf vertelt hij waarom. De eerste terrasdag is een feit. Na ruim 4 maanden lockdown mochten vandaag de terrassen weer open. Wel onder strikte voorwaarden. Aan een tafel zitten met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. En het maximale aantal gasten is 50. En alleen tussen 12 en 6. Welkom in de uitzending. Met de kroeg op de achtergrond. Dat is een mooi beeld. Dat hebben we lang niet gezien, Roelof. Roelof heeft geen geluid. Ik weet niet of hij ons kan horen. Ik kan jullie duidelijk horen. Nou, hartstikke goed. Dan heb je ook gehoord waarschijnlijk wat ik zei. De kroeg achter je. Het is een beeld wat we graag weer terugzien in het straatbeeld. Welkom. Nou, niet helemaal eerlijk gezegd, want de bar is leeg. Ja. Dus. Ja. Maar goed, van binnenuit zou je toch de terrassen moeten bijvullen, denk ik. Ja hoor, klopt. Daarom heb ik ook een muts op, want de deuren staan tegen elkaar open en we moeten natuurlijk ventileren. En aangezien er niemand binnen mag komen, staat de verwarming ook niet zo hoog. Dus het is best wel frisjes hier. Ja. Roelof, hoe was jouw eerste terrasdag? Zijn jullie tevreden? De woensdag, ja. Dik tevreden. We hebben een hele mooie omzet gedraaid. We hebben eigenlijk, ja, helaas, en dat is dan wel weer jammer, heel veel mensen teleur moeten stellen omdat er geen plek meer was. Maar het was een zeer geslaagde eerste terrasdag. Heb je ook mensen gesproken die er ook echt naar uitgekeken hadden, dat ze het ook zo uitgesproken hebben naar jullie en ook zeiden van, nou jongens, blij dat we hier weer mogen zitten. Ja, we kregen van tevoren al berichten van, je houdt plekjes voor ons vrij en dat biertje van de tap moeten zijn en dat biertje van de tap moeten zijn. Dus dat was, iedereen was enthousiast. Ik kan me ook voorstellen dat er geen opmerking, geen vraag te veel is, want dat heb je lang gemist, dat je ook op deze manier de klant weer te woord mag staan. Ja. Absoluut, absoluut. Het was een bijna een half jaar volgens mij. Dus we hebben natuurlijk wel een beetje met happa's en hamburgers en beer to go kunnen werken. Maar ja, dat was een doekje voor het bloeden eigenlijk. Maar we zijn blij dat nu weer wat mogelijk is. Ja. En om 12 uur ging het terras open. De horecaondernemers zijn dus blij dat ze weer gasten mogen verwelkomen. En op verschillende plaatsen werd het terraspersoneel onthaald met een daverend applaus. Hoe ging dat bij jullie? Nou, applaus heb ik eigenlijk niet gehoord, want de boys hebben tegen mij gezegd dat ik in de keuken moest gaan staan. Oh. Dus ik weet niet of ze applaus gekregen hebben. Maar voor mij hebben ze het niet gehad in ieder geval. Nee. Nou goed, het zonnetje scheen. Er waren blije gezichten volgens mij op het terras. Je gaf het net al even aan, je hebt veel mensen moeten teleurstellen. Praten we echt over een hoeveelheid mensen dat je zegt dat was wel heel erg jammer dat we die niet toe konden laten? Nou ja, goed. We hebben, zoals jullie weten, hebben we een ruim terras. We kunnen eigenlijk wel 100 mensen kwijt. Ja. En we mochten maximaal 50. Dus ja, op zich is dat best wel jammer. En als je gastheer bent, dan wil je eigenlijk liever niemand teleurstellen. Nee. Alleen iedereen begrijpt waarom en wat de regels zijn. Dus het is niet anders. Maar mocht iedereen ook lang blijven zitten zoals zelf wilde? Of was het een half uur of een anderhalf uur? Ja. Nee, wij zijn na de eerste lockdown hebben we wel met reserveringen gewerkt en met tijdsblokken. Maar dat werkte echt voor geen meter. Dus we hebben vanaf begin af aan deze keer gezegd, reserveren ter plekke. En zolang je wil blijven zitten, blijf je maar zitten. Ja, daar kun je goed op terugkijken. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, mooi. Als het terras voor vol zit, dan kunnen ze nog altijd onder ons overdekt terras zitten, gedeeltelijk overdekt. En daar is ook gigantisch gebruik van gemaakt. Vooral gisteren en vandaag in verband met het wat minder mooie weer eigenlijk. Ja, in die zin heb je dan ook het geluk dat je ook nog heel mooi droog kan zitten bij Roelof. We gaan toestaan ook even naar Hielke, want we blijven even bij het terras en bij het biertje, denk ik. Ja, zeker de terrassen, maar ook weer de winkels mochten weer volledig open.
Nou, het terras volledig maar goed. De grote steden zeggen hier flink tevreden te zijn over de eerste dag. Vooral Amsterdam was heel erg blij omdat het mensen uit het park hield. Dat gaf altijd veel te drukte daar. Maar ondanks dat de terrassen weer open zijn, zijn er natuurlijk nog steeds regels aan verbonden. Ik heb even een lijstje hier. Een flink lijstje. Nou, de openingstijden van 12 tot 6. Verplichte reservering vooraf. Maximaal 2 personen op 1,5 meter. Tenzij het een kind tot en met 12 jaar is of 1 huishouden. We gaan nog even door, er is nog veel meer. Gezondheidscheck moet gedaan worden. Geen entertainment, dus geen schermen, geen clinicals, niks, helemaal niks. Mag allemaal niet. En ook niet maximaal 50 personen. Ik was deze week bij Parkzicht in Veendam. En ik vroeg daar, hoe voelt het nou om die mensen weg te moeten sturen? Ja, dat is heel jammer. Je ziet dus genoeg ruimte. Normaal zitten hier 200 personen op het terras. Ja, nu mogen er niet meer dan 50 personen op het terras zitten. Ja, ik vind het jammer, zeker terwijl er gewoon onder de voorwaarden die de overheid stelt, nog genoeg plek is. Ja, het is lekker natuurlijk in zo'n zonnetje lekker op het terras kunnen zitten. Ik sprak één iemand die had er zelfs vrij voor genomen. Ik stond hier 20 voor 12, denk ik. En nou, Veendam is dat vrij vroeg. Maar ik was een beetje aan het twijfelen, wordt het nou druk, wordt het nou niet druk. Maar ik wou de eerste zijn. Met het gezin. Ik heb vrij genomen, een mooie vrije dag. En nu lekker genieten. Direct erop af. Ja, ik trouwens wel even erbij. Deze man wel voor camera, want die had gewoon vrij genomen. Ver van tevoren had hij dat ingepland met zijn baas. Er waren ook veel mensen op het terras toen ik vroeg, wil je wat zeggen voor de camera? Die zeiden, nou, het is beter voor mijn werk dat ik even niet op beeld verschijn. Dus mensen lieten het terras toch zeker wel voor werk gaan. Toch niet jullie? Ja, mensen die vrij nemen om op een terras te mogen zitten. Ik voel een mingelvakantie aankomen, denk ik. Want ja, heb je dat, ken je dat soort verhalen, de mensen er vrij voor nemen? Absoluut. Woensdag, op die mooie dag, waren toch een aantal mensen die zeggen, ik heb gewoon vrijgenomen van mijn werk en ik wil lekker bij jou op terras zitten, of bij jullie op terras zitten. Dus die zijn er wel inderdaad. De reuring is er, het leeft. Nou goed, je bent natuurlijk ook een bekende naam in de Kanaalstreek. Dus in die zin zullen mensen er ook de focus daarop hebben. Wat je net al aangaf, jullie terras is overdekt, ook als het regent. En er is altijd een mooi plekje te krijgen, als het lukt, eenmaal. Klopt. We hebben de heaters mooi aangezet vanmiddag. En het terrasje voorzat binnen no time vol. En om 6 uur dan moet je ze eigenlijk weer wegsturen. Ja, dat lijkt mij wel een heel lastig dingetje. Want je bent 6 uur lang meer open. We gaan richting 4:30, 5 uur. Mensen bestellen misschien wat meer en wat sneller een warme hap. Wellicht komt er iets meer bier op tafel. En ja, dan sluit de tent om 6 uur. Klopt. 5:30 keuken dicht, 5:45 tap dicht. Ja. Hoe reageren de mensen daarop? Ja, prima. Ze weten dat het zo is, dus ik vind dat ze dat goed oppakken. Oh, dat is wel fijn. Mooi, dat is goed om te horen. Ja. Mooi. Hey, Roelof, dankjewel voor het gesprek. Succes nog even met opruimen. Achter jou wordt druk gewerkt, volgens mij. Ik neem aan dat je zelf nog even aan de bak moet. Ik moet nog een klein beetje doen en dan is het klaar voor vandaag. En dan gaan we morgen met frisse moed weer beginnen. Ja. Heel goed. Succes morgen. Succes. Dankjewel. Goed. Gerard, welkom in de uitzending. Wat mij opvalt, hè, als ik op social media kijk naar jouw berichten, dan wordt daar altijd veel op gereageerd. Er is een grote gunfactor, veel reacties. Mensen kennen je in deze wereld goed, hè? Ja, schrijvers en dichters. En vooral uit de regio, die weten mij wel te vinden als het om poëzie en proza gaat. Ja, wat je geeft de mensen natuurlijk ook een kans om met een gedicht in de bloemlezing een plekje te krijgen, denk ik. Denk je dat het daar ook een beetje mee te maken heeft, dat de mensen jou een beetje blijven volgen, omdat jij op een gegeven moment toch wel weer met een oproep komt dat je nieuwe dichters nodig hebt? Ik denk wel dat meespeelt. De helft van mijn vrienden op Facebook, die is schrijver of dichter. En ik denk wel dat mensen mij daarom volgen, zeg maar. Ja, we gaan even naar jouw oproep toe. Hey, je bent op zoek naar dichters. Dat is een bloemlezing over wensen. Zou je dat wat meer toe kunnen lichten, waar die wensen mee te maken hebben? Het thema is wensen en dat kan eigenlijk heel breed genomen worden. Denk daarbij aan een wens voor jezelf
of voor een ander. Of een gedicht schrijven over een, ja, over een verzonnen wens. Zolang het thema maar naar voren komt, is eigenlijk alles mogelijk om in te sturen voor deze nieuwe bloemlezing. Ja. Ja. En Gerard, als de auteurs hun stukken ingestuurd hebben, mag dat al eerder gepubliceerd zijn? Het mag eerder gepubliceerd zijn. Natuurlijk is het leuk als men een nieuw gedicht schrijft, maar als het eerder gepubliceerd is, is dat geen probleem. Je bent niet nieuw in de wereld van de poëzie. Je hebt ook al een bloemlezing uitgebracht. Hoe kijk je daarop terug? Positief. Er zijn toch 300 exemplaren van verkocht inmiddels. En ja, veel schrijvers en dichters die in deze bundel staan, die hebben ook alweer aangegeven mee te zullen doen met deze nieuwe bloemlezing. Dus ik denk wel dat het een, dat die, het vorige bundel wel een stapje is geweest naar het succes van een nieuwe bundel. Ja, we gaan intussen ook even naar Hielke kijken of hij nog een gedicht gemaakt heeft. Nee, dat wou ik de kijkers echt niet aandoen. maar ik heb het even over de bloemlezing. Als je daar nou mee wil doen, je moet wel aan een paar voorwaarden voldoen. Ik heb ze even opgeschreven hier. Alle dichtvormen zijn welkom, mits in het Nederlands. Maximaal 3 berichten per auteur en schrijven onder een pseudoniem mag ook. Dus geeft Jan misschien nog iets voor jou of zo? Iets met koffie. Meedoen aan de bloemlezing is gratis. Een bundel echter niet. Bij interesse zal deze met korting worden aangeboden. En er is nog meer. Kijk, even. Yes. Het betreft geen schrijfwedstrijd. Men kan enkel een plek in te verschijnen. Wat een redelijk rare zin heb ik hier opgeschreven. Een plek in de te verschijnen uitgave winnen. Ja, precies. Gedichten kunnen voor 1 september 2021 gestuurd worden naar hansrozenboe@hotmail.com. Tot jullie. Mooi. Ja. Ja, het gaat over wensen. Daar kom ik nog even op terug. Want als ik dan denk aan wensen, dan vermoed ik ook heel snel dat er een goed doel aangekoppeld is. Is dat in jouw geval ook zo? Ja, klopt. Ik heb natuurlijk nagedacht wat een geschikt doel zou zijn. En ik had het idee om van elk verkocht boek een euro te schenken aan Stichting Ambulance Wens. Ja. En dat is omdat zij de laatste wens van mensen die terminaal zijn mogelijk maken. Dus mensen die meedoen met deze bundel, die maken tegelijkertijd ook de wens van een ander waar. Met welke reden heb je gekozen voor deze stichting? Ik draag deze stichting een warm hart toe. Het is natuurlijk een van de weinige stichtingen in Nederland die dit soort dingen organiseert voor mensen in hun laatste levensfase. Ja. Ja, mooi. Gerard, je hebt natuurlijk al heel veel gedichten geschreven. Wat is voor jou persoonlijk het mooiste gedicht wat jij hebt geschreven? Die heb ik klaar liggen. Dus ik zou hem eventueel voor kunnen dragen. Zou dat kunnen? Ja, zeker. We luisteren, Gerard. Ja. Dit gedicht heb ik toen geschreven voor de herdenking op de begraafplaats in ons dorp. Ik word later een vlinder. In het wit en dan weer paars. Op jouw gebroken schouders, die het gemis niet kunnen dragen, fladder ik op en neer. Maar later blijkt vandaag. Nou, laat dit een inspiratie zijn voor de mensen die willen schrijven. Prachtig gedicht. Ik hoop, Gerard van harte, dat de aanwas positief zal zijn. Dat er ook een aanwas komt waar je dus goed uit kunt kiezen. En mooie stichting heb je gekozen. Ja, bedankt. Mooi. Fijn dat je even tijd wilde vrijmaken, Gerard. Succes. Dank u wel. Hoe staat het ervoor met het Wat kan ik voor je doen boekje? Desiree Hessing en Angela Jongeling hebben dit 2 jaar geleden gelanceerd. En beide dames schuiven aan in het gesprek. Maar Gea, het regent. Ja. Hoe ziet het eruit dit weekend? Nou, ik hoop dat Peter iets goeds voor ons heeft. We gaan naar Peter naar het weer en wij willen gewoon mooier weer. Het weer met Peter. 1 op vrijdag. We gaan even kijken naar de weersverwachting voor de komende week. We schakelen even terug naar van de week. Want van de week Koningsdag en woensdag terrasdag. En wat voor een dag. Woensdag was de topper van de week. Temperaturen liepen zelf naar 18, 19 graden. En dat voor de horeca dat die eindelijk weer open kon. De terrassen waren heerlijk vol. Ja, Koningsdag was ook zo'n geweldige dag. Temperatuur ook rond de 17, 18 graden. Alleen de noordoostenwind was nog aanwezig. Ja, Peter. En krijgen we nog weer voor volgende week? Komt die zon nog terug? We gaan zo even kijken.
Ja, en natuurlijk gaan we even vooruitkijken naar de volgende week. Nou, ik zal eerst beginnen met het goede nieuws. Dit weekend schijnt de zon. Temperatuur rond de 17, 18 graden en een klein wolkje. Ja, en vanaf dinsdag, woensdag kunnen we buien ontstaan. Temperaturen blijven we al wel tot die 16, 17 graden hangen. Maar echt die lente-zomertemperaturen moeten we wachten. Die 20 graden is nog absoluut niet aan de beurt. Dus eind van de week kans op een buitje, maar het zonnetje zal zeker aanwezig zijn. En vooral dit weekend. Vast goed weekend en volgende week ben ik er weer, 1 op vrijdag. Bye bye! Wanneer het leven niet zo loopt zoals je zou willen, zijn er vaak mensen die willen helpen en zeggen, wat kan ik voor je doen? Op dat moment weet je meestal niks te verzinnen, terwijl er misschien veel is waar je mee geholpen zou zijn. Dan kan het doeboekje van Desiree en Angela heel handig zijn. Desiree en Angela, welkom in de studio, welkom in het gesprek. Desiree, ik zag je net met allerlei boekjes zeg maar, voor de camera en ik las gebruiksaanwijzing, maar even geen idee waar het over gaat. Het was niet de bedoeling dat jij dat zag, maar ja, helaas. Ik ging even kijken of, je het, of ik het boekje kon laten zien. Oh, maar die manier. Ja. De gebruiksaanwijzing laten we dan ook even achterwegen. Dat is prima. Dat is de gebruiksaanwijzing. Ja. Goed. Wat kan ik voor je doen, boekje? We hebben elkaar natuurlijk hier al eerder over gesproken. Jullie zijn aan tafel geweest. Dat is al zeker een jaar geleden, denk ik. Misschien wel langer. Wat is er in die tussentijd gebeurd? Hoe kijk je daarop terug op de periode die daar achteraan kwam? Desiree. We waren nog niet bij jullie. Dat zou nog gebeuren in maart verleden jaar. Toen zou er heel veel gebeuren. En helaas kwam dus corona en is er heel veel niet doorgegaan en gecanceld. Maar er is wel heel veel PR geweest voor het doelboekje. In heel veel nieuwsbrieven van patiëntenverenigingen en zulke dingen is het opgenomen. Bij de Reumafonds, bij de ALS, ouders voor kinderen met kanker is het gepubliceerd in het blad. Er is een PowerPoint writer in het UMCG over het boekje. Dus ze zijn wel doorgegaan, maar ja, presentaties en lezingen konden we daar eigenlijk niet van maken. In februari kregen we de vraag om het digitaal te gaan doen. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. En inmiddels hebben we onze eerste digitale presentatie gehad. Een PowerPoint presentatie met een webinar met chatvragen. En dat is erg goed ontvangen. Dus daar zijn we erg enthousiast over dat dat op deze manier ook kan. En dat het eigenlijk heel erg goed helpt omdat mensen beter idee krijgen over waarom het boekje handig zou kunnen zijn en hoe je het kan gebruiken en het idee erachter en ja, dat makkelijker motiveert. Ja, nou, Angela, dan ga ik even naar jou toe, want wat maakt het zo handig om dit boekje te hebben, zoals Desiree aangeeft? Nou, het maakt de vragen gewoon veel inzichtelijker en je hebt gewoon op papier staan, wat je graag gedaan wilt hebben. En zo is het voor de helper gewoon makkelijker om iets uit te kiezen. En met je mee te lopen in het proces als het iets minder met je gaat. Ja, dus om het even kort samen te vatten. Je bent hulpbehoevend, hebt eigenlijk wat hulp nodig. Vindt het lastig die vraag te stellen of vindt het lastig om een aanbod te doen? Dan biedt het boekje de gelegenheid om daarin te kunnen schrijven. En dan kun je altijd weer terugkijken en degene contact opzoeken, begrijp ik. Klopt. Het boekje bestaat uit een aantal rubrieken en een mooi en minder mooi momentenhoekje. En daar kunnen mensen dus ook altijd nog reacties achterlaten, een gedichtje, foto's, noem maar op. Wat het ook een heel dierbaar boekje maakt. Ja. Voelen mensen ook herkenning? Dat ze zelf willen weten hoe iets werkt? Vlucht ik weg of parkeer ik het even? Hoe belangrijk Precies. is dit? Ja, je kunt er inderdaad voor kiezen om het of wekelijks te doen of maandelijks. Of het gewoon een eenmalige klus betreft.
En je kan ook een klusje, nou ja, met een post-it, dat het jouw klusje is. Dus het is echt heel vrijblijvend en doe ook vooral wat bij je past. En ja, dat maakt het gewoon voor ieder heel fijn. Ja, we gaan even naar die digitale presentatie, Desiree, bij de Marentak in Harderwijk volgens mij. Ja, klopt. Wat is dit voor organisatie? Waardoor kregen jullie de kans om het boekje te presenteren en handvaten mee te geven? Het is een inloophuis voor mensen die met de ziekte kanker zijn geconfronteerd. We hebben verleden jaar heel veel mensen aan het begin van het jaar organisaties aangeschreven. En zij zijn eigenlijk alsmaar blijven reschedulen. Dus we hebben al 4, 5 keer hadden we een afspraak met hun gemaakt om toch te komen. Maar nou ja, dat kwam er niet, steeds niet van. En nu zijn we dus op de digitale tour gegaan. En ja, daar waren zij blij mee en wij ook. We waren ook blij met de opdracht, omdat dat ons ertoe aanzette om het boekje weer op een andere manier in een andere vorm te gieten en dan op een andere manier aan te bieden. En het is heel leuk dat dat zo aanslaat. Ja. We gaan tussentijd ook even naar Hielke. Wat heb jij voor ons gevonden? Ja, op het Facebookpaginaatje van het doekboekje staat onder andere een mooi filmpje waarin we een beetje een inkijk krijgen hoe dat boekje precies in elkaar zit. Het bestaat uit 2 delen. Een gebruiksaanwijzing met tips waarmee je voor jezelf overzichtelijk kunt maken welke hulp je zou kunnen gebruiken. Die klusjes zet je vervolgens in het doekboekje. Voor familie en vrienden die iets zouden willen doen, wordt het daarmee inzichtelijk wat je graag gedaan zou willen hebben. Ze kunnen in het doekboekje iets uitzoeken wat ze leuk vinden en daarmee aan de slag gaan. Maar jij hebt de regie. Ja. Ja, ik heb ook even gekeken naar de reviews die online gegeven worden op mensen die het boekje bijvoorbeeld gekocht hebben of cadeau gedaan hebben. Ik heb er hier even 2 uitgezocht. Nou, vooral lovende kritieken. Hier zegt iemand: wat een supermooi idee en handzaam boekje. Erg mooie handvaten voor omstanders. En het geeft de mogelijkheid om hulp te vragen als je tijdelijk bent uitgeschakeld of omkomt in de zorg als mantelzorger. Dus lovende kritieken voor het boekje. Ja, kwam toch even de gebruiksaanwijzing weer voor, Desiree. Ik zag het verschijnen. Angela, nog even naar jou. Hè. Nu hebben jullie die digitale presentatie gehad. In eerste instantie zijn jullie denk ik wel van mening geweest dat het vooral om het fysieke contact ging, denk ik. Hè? Mens tot mens. En dan moet je ineens overschakelen naar zo'n digitale presentatie. Werkt dat in het gevoel wel hetzelfde? Ja, het was voor ons heel spannend, vooral de eerste presentatie te geven. En wij waren zelf ook eerst bang dat het fysieke contact zou missen. Maar dat was helemaal niet het geval. We hadden de camera's van iedereen uitgeschakeld en de audio ook. En daarmee konden wij rustig onze presentatie geven. En na afloop konden mensen reageren. En het is als heel goed ontvangen. Mooi. Desiree, nog even als laatste. De digitale presentaties, die blijven vooralsnog gehandhaafd, denk ik. Alvorens er weer een avond geboekt kan worden op een fysieke plek. Ja, dat zit er voorlopig dus nog niet in. Het zijn ook vaak kwetsbare doelgroepen. Maar we zijn wel heel blij dat we deze vorm nu gevonden hebben. Omdat dat ook mogelijk maakt. We hebben ook wel van mensen gehoord van ja, als jullie dan helemaal hier naartoe komen, naar Brabant of zo, dat vinden we toch wel een hele opgave. Om hier dan een lezing te komen geven. Wij doen het graag, maar op deze manier kan je dus ook op een andere manier lezingen geven. En we hebben 6 mei hebben we al voor de volgers van het boekje, hebben we dan weer een digitale presentatie. Dus ook mensen kunnen gewoon ook daar dan met de Zoom-meeting meedoen. Het hoeft niet per se een organisatie te zijn. We zijn ook van plan om het voor doelgroepen uit te gaan zetten. Van, we hebben weer een Zoom-meeting. Als je mee wilt doen,
je bent welkom. Dan weet je meer over het idee, waarom het lastig is om te vragen en wat het makkelijker maakt om te vragen en hoe je het kan aanmaken en gebruiken. Mooi. Dus je kan gewoon vrijblijvend kijken en er je voordeel mee doen. Mooi. Goed en duidelijk verhaal, denk ik. Wij wensen jullie heel veel succes en we hopen jullie graag nog eens weer terug te zien en te mogen spreken over het vervolg van het boekje. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Bedankt. Inmiddels bent u het al van ons gewend, want elke week spreken wij een artiest. Deze week is dit Thomas Werkman en hij heeft een indrukwekkend nummer geschreven. In Valthermond is er een nieuwe galerie geopend, Galerie Sophie. Welke reuring hier plaatsvindt, vertelt Sophie Mellema zelf. Maar Gea, wij gaan eerst naar de liedkeuze. Waar gaan we naar luisteren en kijken? Thomas Werkman zijn nieuw nummer, Als ik ga. De tijd daar is en God besluit dat ik ga. Als ik mijn laatste adem geef, mijn lichtje uit is gegaan. Als alle woorden zijn gesproken en er niks meer valt te zeggen. Als het doek is gevallen, jullie mij te rusten leggen. Ik weet dat het er goed is, want de plek waar ik ga, die is daar in de wolken, ver van deze aard. Dan ben ik bij de Vader, daarnaast hem op de troon. Dan chill ik hem in heaven met de Vader en de Zoon. Het leven is niet altijd lief en simpel geweest. Ik heb veel tranen moeten laten, ik was vaker alleen. Weinig rust in mijn hoofd, lange dagen, korte nachten. Het is moeilijk op te staan, dus je verstrikt hard in gedachten. Ik hoop dat als ik ga, mensen zeggen van ik mis je. Dat mijn leven eentje was als in mijn dromen dat ik schitter. Dus laat me nou mijn leven alsof dit de laatste is. Want ik weet dat op een dag het deze laatste is. Als ik ga, laat me niet los. Want ik zal altijd bij je zijn. Als ik ga, ver weg van jou. Weet dat ik je altijd bij me draag. Laat niet los, nee. Als ik eerlijk moet zijn, ben ik zo bang voor die dag. Dat mijn lichaam zoals water opgeslokt wordt door het zand. Dat mijn adem stopt, en als ik daar straks ben. Dat ik geloof in God, zeg niet dat ik nooit angsten heb. Een oude maat van mij is een jaar te overleden. Oog in oog met de auto, verleden en het heden. Het is crazy hoe het leven in een seconde voorbij vliegt. Dus elke dag dat ik leef, tel ik al mijn zegeningen. Misschien een cliché, maar veel te weinig beseft. We zeuren over shit, whatever, maar die shit die is nep. We willen meer, meer, we willen meer consumeren. Maar meer dat is minder, ik hoor mijn ziel bijna stikken. Vang een hoge bomen wind of vang de wind de hoge bomen. Want als de regen stopt, zullen de wortels uitdrogen. Maar er gaat ons overkomen, benieuwd wat we mee gaan maken. Daarom drink ik er nog eentje, proost op vele jaren. Als ik ga, laat me niet los. Want ik zal altijd bij je zijn. Als ik ga, ver weg van jou. Weet dat ik je altijd bij me draag. Laat niet los, nee. Oh, laat niet los, laat niet los, laat niet los, laat niet los. Oh, laat niet los, laat niet los, laat niet los, laat niet los, nee. Als ik ga, laat me niet los. Want ik zal altijd bij je zijn. Als ik ga, ver weg van jou. Weet dat ik je altijd bij me draag. Laat niet los, nee. Van jongs af aan was Thomas al bezig met het maken van muziek. Hij had op de basisschool een bandje en had eerst de droom om DJ te worden. Deze droom had Thomas al gauw aan de kant gezet toen hij in aanraking kwam met de rapmuziek en zijn eigen teksten begon te schrijven. Tijdens een moeilijke jeugd waarin Thomas werd gepest en te maken kreeg met gescheiden ouders, was het schrijven van teksten dé uitweg geworden voor Thomas.
We wilden Thomas al even verwelkomen in de uitzending. Hij is er op dit moment nog niet, zie ik. Maar dat geeft hij. Dan komen we straks. Nee, hij is er wel. Hij verschijnt ineens in beeld. Thomas, kun je ons horen? Hallo. Ja. We zaten. Horen. Mooi. We zaten net even bij te komen van je nummer. Als ik ga, laat me niet los. Ik zal altijd bij je zijn. Die kwam wel even binnen, joh. Wel, hè? Ja. Inderdaad. Met brok in je keel zaten wij te luisteren. Maar dit nummer is niet zonder gevoel geschreven, denk ik. Nee, zeker niet. Nee, ik heb het nummer twee, drie jaar geleden geschreven. Het heeft best wel een poosje eigenlijk op de plank gelegen. Nadat een vriend van mij is overleden tijdens een auto-ongeluk. Dat was best wel sneu, want ik kwam terug van een zendingsmissie. Dus huizen bouwen voor arme kinderen. En toen op de Duitse autosnelweg plotseling geschept door een auto. En ja, dat zet je wel aan het denken als zoiets gebeurt. Dus aan de hand daarvan heb ik toen dit nummer geschreven. Ja. Ja, je zegt ook, Kevin, het zet je wel aan het denken. Wil je daarmee zeggen dat ook je schrijfstijl dan veranderd is? Want we hebben elkaar natuurlijk eerder gesproken. Je bent in de studio geweest toen het nummer Insane hebt uitgebracht. Is dat veranderd? Kijk, het nummer Insane waar ik eerder voor was, heb ik na dit nummer geschreven. Maar toen de tijd heeft me wel heel erg inderdaad laten denken, wat doe ik met mijn muziek? Omdat je bent toch wel heel erg bezig met iets opbouwen als jonge kerel, hard werken, hard je best doen. En ja, als dan iemand zomaar overlijdt die dezelfde leeftijd als jou, dan denk je toch wel na van, waar ga je heen? En werk je alleen voor wat je wil bereiken, je muziek en je doelen? Of ga je ook voor meer dingen in het leven? Toen heb ik wel meer heel bewust gegaan van, ik wil meer genieten. En ik wil meer tijd nemen voor familie, vrienden. En dat reflecteert zich nu wel heel duidelijk in mijn muziek. Ja. Toch bewuste leven. Maar Thomas, als jij terugkijkt naar jouw nieuwe track, Als ik ga. Jij ziet het, wat doet dat met je? Ja, het is heel bizar om te zien. De mensen die in de clip spelen. Eentje is Martijn, dat is een hele goede vriend van me. En we hebben twee andere figuranten die ook hebben meegedaan. Alleen de bepaalde figuranten leken gewoon heel erg op mijn vader leek bijvoorbeeld heel erg op de figurant en de vrouw ook wel heel erg op mijn moeder. En op zich, eerst wou ik ook familie uitnodigen voor de clipshoot. En ik ben achteraf maar blij dat ik dat niet heb gedaan. Want toen we de clipshoot deden, kwam het toch wel heel erg dichtbij. Want we hebben ook een scène dat ik om de kist heen loop en ik een soort van geest ben. Dat ze moeten doen alsof ik er niet ben. Ja. En dat zet je toch aan het denken van, wat als dat moment er nu is? Wat is het nu gebeurd? Dat was zeker een hele bizarre dag om zo mee te maken. Ja. Heb jij ooit eerder zo'n persoonlijke tekst geschreven? Ja, ik heb vroeger wel vaker persoonlijke nummers geschreven. Hè, zoals je in het mooie interviewtje terughoorde, ben ik vroeger ook gepest. Gescheiden ouders, en dat zijn zeker topics waar ik ook wel vaker over heb geschreven. Zo'n nummer geschreven over pesten. Toen ik nog vrijwel aan het begin stond van mijn carrière als muzikant. Ik denk zo'n 6-7 jaar terug. Maar ik heb altijd wel over topics geschreven. Maar ik moet zeggen, dit nummer springt er wel echt bij uit. Want de dood is toch altijd wel een topic die relatief lastig is om te bespreken soms. Ja, je zoekt ook wel de diepgang volgens mij in de teksten. Ik kan me dat ook nog wel herinneren uit het interview wat we eerder met je hadden. Je levenservaring laat je zeker meespelen volgens mij in je gedachtegoed, maar ook in het schrijven van de teksten. Dat maakt het heel gevoelig. Krijg je dat ook terug van de mensen? Ja, de reacties zijn bijzonder. Zo krijg je dan bijvoorbeeld de reactie van, ik heb nog contact met de ouders van die vriend van mij die toen de tijd is overleden. En ja, dat is toch ook wel heel bijzonder voor hun om te zien en te horen, hoor je dan achteraf. Je ouders die het maar heel raar vinden dat je in een clip speelt, dat je bent overleden. Maar ook wel gewoon mensen die je niet kent, die zomaar op je muziek komen, die onder zo'n video reageren van, het raakt me of het doet veel met me. Ja, is toch wel bijzonder, maar ook wel heel waardevol om dat te kunnen zien. Om te weten dat je dat mag doen. Ja. Is het bewust dat je ervoor hebt gekozen om als videofigurant te spelen alsof je dood bent? Dat je dat zelf zou doen? Ja. Waarom? Omdat het nummer natuurlijk vanuit mijn eigen perspectief is geschreven. En ik het wel zo leuk vond om dan, leuk is misschien het verkeerde woord, maar interessant vond om zelf die rol te spelen. Ja. En ook die rol op die manier op te nemen in de clip. Omdat dan ook, het is een heel persoonlijk nummer.
En als ik dan iemand anders die rol zou laten spelen, ik zou het toch heel, heel gek hebben gevonden bij zo'n nummer wat zo je eigen kindje is, om het zo te zeggen. Dus daarom hebben we wel heel bewust gekozen om mijzelf daar neer te leggen, ja. Ja, verbinding met de tekst en verbinding ook met de ervaring waarover je zingt en waarover je naartoe geschreven hebt. Hielke, we gaan tussentijd ook even naar jou. Zeker. Ja, want we zeiden net al, Thomas was hier vorige keer voor zijn nummer Insane. Daar gaan we nog even naar kijken. Ik ben aan het redden, maatje, want ik zie die diamonds on my way. Zoveel dingen meegemaakt, ik zelf heb gezien en ik zweer die shit is insane. Ik ben aan het redden, maatje, want ik zie die diamonds on my way. Zoveel dingen meegemaakt, ik zelf heb gezien en ik zweer die shit is insane. De laatste tijd ben ik wat drukker, we spreken wat minder, je spreekt vaak. Ja, geweldig, een mooi videoclip. En jongens, even, weten jullie wat de Veterstrik Challenge is? Veterstrik Challenge? Nee, ik denk sowieso een overhoring. Nee, nu ben ik toch benieuwd. En wat heeft Thomas daarmee te maken? Ja, nee, maar ik ga het uitleggen. Okay, het is een initiatief van rapper Pjotter. Dat is een soort challenge. Beginnende rappers kunnen zijn nummer van Pjotter naar een Veterstrik zelf coveren. Ze kunnen een eigen videoclip erbij maken. En daar kunnen ze prijzen mee winnen. En ook Thomas heeft meegedaan en heeft uiteraard de videoclip geschoten in Groningen. Ik ben al jaren underrated, underpaid, ik ben vergeten. Al 10 jaar in deze game, ik blijf die levels maar uitspelen. Ik ben een veteraan, ik trek mijn veteranen, kom we spelen. En die meters wel gelopen, ik ben klaar voor nieuwe veters. Bam, Groningen op zijn best. Terug naar jullie. Mooi. Thomas, veelzijdig als die is. Nee, duidelijk, het is een mooi verhaal wat je vertelde. We hebben ook, wat we al eerder zeiden, echt met grote bewondering naar je clip gekeken. En we hopen nog veel van je te mogen horen, Thomas. Dankjewel. Absoluut. Dankjewel. Bedankt dat ik weer even langs mocht komen op deze manier. Mooi. Thomas Werkman, als ik ga. Dankjewel. We gaan naar Sophie Mellema. Ik heb mij net vergist in de plaats, valt de mond, zei ik. Dat blijkt Roswinkel te zijn, mijn excuus. Want daar staat de galerie. Kunt u ons horen? Ja. Ja. Galerie Sophie. Gevestigd in Roswinkel en niet in Valthermond, zoals ik verkeerd aangaf. Wat moeten wij ons voorstellen bij deze galerie? Wat biedt deze ruimte? Die laat werk van kunstenaars zien, kort gezegd. En dat begint aanstaande 1 mei en dat loopt tot 1 november. Ja, dat is uw eigen galerie. En u zegt eigenlijk van u geeft het podium aan andere kunstenaars. Dat is wat u zegt. Is dat een bewuste keuze? Dat is een bewuste keuze. Ik ben begonnen bij me aan te sluiten bij een kunstenaarsvereniging rond Tinarlo. Want ik kwam in Drenthe en ik kende daar niemand. Dus ik moest zelf actie ondernemen. Daar heb ik een aantal kunstenaars bereid gevonden om naar aanleiding van een verhaal en het gedicht van mij werk te maken. Dat zou vorig jaar al geopend worden, maar vanwege corona is dat een jaar uitgesteld. Ja. Kunt u ook wat vertellen over de exposities die vanaf 1 mei plaats gaan vinden? Ja, ik heb een verhaal en het gedicht in de groep geworpen. En gevraagd of zij daar op wilden reageren. Dat hebben ze gedaan. De een stond dichter bij het gedicht dan een ander. Ze mochten ook een paar regels uitkiezen. Het was een verhalend gedicht waar genoeg verschillende aanknopingspunten aan waren. Dus het moest wel heel raar lopen. Wilde men daar niks mee kunnen doen. Ja. En dat is gelukt. Ze hangen nu in de expositieruimte en ze mogen op afspraak 3 maanden lang kijken. Gedurende de weekenden van voorlopig 2 tot 4 uur. En schildert u zelf ook? Ja, ik heb in het grijze verleden op Academie Minerva gezeten in Groningen. Toen trouwde ik en toen ben ik tijdens mijn trouwen naar de AKI gegaan. In Enschede, de avondopleiding. En daarna heb ik mijzelf ontwikkeld. Ja. Ik heb verschillende technieken gedaan.
Ja, u zegt ook, hè, u moest Drenthe ook leren kennen. Bedoelt u daarmee te zeggen dat u hier niet vandaan komt? Nee, ik kom, mijn ouders komen uit Groningen. Ik kom uit Enschede. Ja. Ja. Daar heb ik mijn kinderen gekregen en daar ben ik dus naar de AKI in Enschede gegaan. Een lange tijd heb ik in Oldenzaal gewoond. Wat bracht u naar Drenthe? Wat bracht u naar Roswinkel? Dat is een lang verhaal. In 2009 overleed mijn man. Toen heb ik tegen mezelf gezegd, Sophie, je kunt nu een oude droom waarmaken. Het was ook bedoeld als afleiding. Toen heb ik 3 jaar lang meer dan 40 boerderijen bezocht, ook in het buitenland. Uiteindelijk had ik mijn huis verkocht na een jaar. En toen dacht ik, nou moet ik opschieten. En toen heb ik per ongeluk gekeken in Drenthe naar een boerderij. Ik was al bezig met een boerderij in Gelderland. Dat was dichtbij Oldenzaal. En toen dacht ik van ja, dat is hem eigenlijk. Ja. En we zijn daar dus heen getrokken zonder afspraak. We hebben aangebeld en ons verontschuldigd. En gezegd van nou, we willen dat even van buiten even bekijken. En toen nodigde ze mij binnenuit. En toen was het duidelijk. Ja, dus onder het genot van een kopje koffie heeft u de woning gekocht, begrijp ik, in Roswinkel. Maar, nou goed, het was dus ook altijd de bedoeling om in deze boerderij ook een galerie te starten. Begrijp ik dat goed? Ja, dat zat altijd in mijn achterhoofd. En dat is moeilijk. De meeste boerderijen zijn nog maar net boerderij af. Dus de stal is nog volop aanwezig en vaak ook gedateerd. Dus het heeft lang geduurd voordat ik dacht, dit moet hem zijn. En mijn vriend, die ik intussen had leren kennen, ja, die moest eigenlijk ook mee. Ja dat zal ongetwijfeld. Ja. Even voor onze kijkers, als ze geïnteresseerd zijn in uw galerie. We gaan nog even weer naar die expositie die vanaf 1 mei begint. Mensen kunnen komen kijken. Hoe kunnen ze bij u terechtkomen? Hoe komen ze in contact met u? Ze gaan naar mijn website. Daar staan een tweetal formulieren. De ene formulier is om je bezoek aan te kondigen en zeggen hoe laat je langs wil komen. Daar reageer ik dan op, of dat kan of niet. En kunstenaars kunnen zich aanmelden met een expositie. Ja, die ruimte is er dus ook. En dat is www.sofiegalerie.nl. Ja, mooi. www.sofiegalerie.nl, daar kunnen dus de bezoekers terecht. Maar ook dus toekomstige kunstenaars voor het exposeren, begrijp ik uit uw woorden. U begint eerst bij de expositie van die start op 1 mei, die dus loopt tot 1 november, zegt u, hè? Ja. Goed. Mooi. We gaan het in de gaten houden en fijn dat u even tijd wilde vrijmaken om hierover te komen vertellen. Dank u wel. Ik vond het heel plezierig. Nou, dank u wel. Ja, we gaan verder, Gea. Wat gaan we doen? We gaan naar het nieuws met Hielke. Ja, problemen in de ziekenhuizen. Triant Zorggroep heeft laten weten de druk op de zorg niet langer aan te kunnen. Ze hebben onder andere problemen met het rondkrijgen van de roosters van de medewerkers. En zijn hierdoor genoodzaakt drastische maatregelen te nemen. En zo sluit Triant vanaf 1 mei de operatiekamers van het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen voor in ieder geval 2 weken. Ook worden het aantal IC-bedden op het IC van het Schepenziekenhuis in Emmen afgeschaald. Het UMCG kwam vlak hierna ook met een mededeling, namelijk dat zij de spoedeisende zorg niet langer aankunnen. Geplande operaties van tientallen kanker- en hartpatiënten gaan in de meivakantie niet door. Alleen acute en spoedeisende zorg die binnen 2 weken geleverd moet zijn, worden gegarandeerd. Dan zou het windbedrijf Netmag in Veendam blijft tot minimaal 2045 actief in de veenkoloniën als het gaat om de zoutwinning. Dat blijkt uit het instemmingsbesluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat vrijdag is gepubliceerd. Eerder bleek al uit het ontwerpbesluit dat Netmag nog een kleine 25 jaar de ruimte krijgt voor zoutwinning. Daar kwam kritiek op. Onder andere de ChristenUnie, de Kamerfractie daarvan, stelde vragen over de duur van de zoutwinning. Maar Netmag dus in ieder geval de komende 24 jaar nog zout winnen in dit gebied. Dan de avondklok. We zijn er eindelijk van af.
Maar in die ruim 3 maanden dat hij geduurd heeft, zijn er meer dan 95.000 boetes uitgedeeld door de politie in heel Nederland. Dit heeft een bedrag van zo'n 9 miljoen euro opgeleverd aan de schatkist. In de gemeente Stadsknal, Veendam en Borgo-Doorn zijn het in totaal 269 boetes uitgedeeld. Gemeente Stadsknal is koploper met 153 boetes, gevolgd door Veendam met 89 boetes. En Borgo-Doorn heeft er slechts 27. Even voor het contrast, in Amsterdam zijn 10.000 boetes meer uitgedeeld. Namelijk 10.027, precies. Om de coronamaatregelen te kunnen handhaven, hebben agenten fors meer uren gewerkt. Er zijn ruim 212.000 overuren gemaakt door de politie. Dus we kunnen wel een beetje zien waar die 9 miljoen heen gaat. En dan bouwbedrijf Avitec uit Nieuwbuinen heeft de gedeelde eerste plek behaald in de MKB-ID-verkiezing van 2020. Het idee voor leerwerkproject Avitec Academy krijgt daarmee een subsidie toegerekend van 124.999 euro. En de prijs is geweldig hoor, en goed voor Avitec, maar ik vind het wel de meest Nederlandse prijs ooit. 124.999 euro. Je zou toch bijna zeggen, jongens, ik wil die 1 euro er wel bij gooien. Ja, maar goed, in ieder geval... Ja, ik zou bijna doneren, ja, Hielke. Het is toch een beetje hetzelfde als je radiogeluid op 11 zet. Ik doe, nou, maar doe niet uit. In ieder geval, wil je nou een euro doneren? Dat kan gewoon, hè? Je kunt het gewoon laten weten. Maar goed. Dit was het nieuws voor deze week. Heb je zelf ook nieuwstips? Stuur vooral een mailtje naar redactie@rtv1.nl. Zelfs wij altijd te volgen via Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, overal. En ik heb even een klein nieuws. Mag een scoopje geven, toch? Onze nieuwe app komt eraan. Hou onze socials in de gaten voor onze nieuwe app die waarschijnlijk deze week uitkomt. Maar dat later. Goed, tot jullie. Goed, dankjewel Hielke. Hielke gaat op zoek naar die 1 euro die er nodig is, ja, voor de subsidie. Gea, dit was hem. Dit was het weer. 1 op vrijdag, maandagavond, 1 op maandag om 7 uur. En volgende week vrijdag zijn wij er weer om 7 uur. Fijn weekend. Goed weekend, tot volgende week.